Ik ben de teamleider van deze mooie locatie. En als teamleider ben ik eindverantwoordelijk voor deze locatie. Althans als het gaat om de dagelijkse gang van zaken. We hadden net al even over dat het vroeger Tibbeland heette. En toen was het LTS. Is het nu nog steeds alleen LTS hier op school? Nee, naast VMBO hebben we natuurlijk ook de HAVO Atheneum. Die is wel wat onbekender eigenlijk bij mensen. Omdat ze gewend zijn, hè? VMBO, LTS. Dat is eigenlijk een beetje een soort deken die over deze school heen hangt. Maar we hebben ook gewoon HAVO Atheneum op deze school. Tuikel Hengelo bestaat ook. Is het dan zo dat hier bij Tuikel Borne alleen kinderen uit Borne op school zitten? Nee, dat is zeker niet zo. De helft van onze leerlingen die komen uit Hengelo onder andere. En de andere helft uit Borne en omstreken. Dus de kleine dorpjes zoals Deurningen en Senderum. Waarom kiezen kinderen eigenlijk voor het Tuikel College in Borne? Dat is vooral vanwege onze kleinschaligheid. Wij zijn een onderbouwlocatie. Wij bieden alleen klas 1 en klas 2 aan. En daarna gaan de leerlingen door naar de grotere scholen in Hengelo. En we hebben zowel VMBO, HAVO als Atheneum. Ja, vanwege die kleinschaligheid van ons, we hebben 325 leerlingen, kiezen heel veel leerlingen die dat toch prettig vinden voor de locatie in Borne. Het is wel zo dat de kinderen wel na 2 jaar dus over moeten gaan naar een andere school. Wordt dat in de praktijk als een lastig iets ervaren? Nee, in zijn algemeenheid niet. En sterker nog, wat je ziet is dat veel van onze kinderen het in de bovenbouw op de andere locatie soms nog beter doen dan de leerlingen die op diezelfde locatie zijn begonnen in de onderbouw. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg trots op. Ja, dat wij denk ik toch zorgen voor een hele stevige basis waarmee de leerlingen door kunnen naar bovenbouwlocaties zoals Tuikel Hengelo, het CT Stark College, Avila en de Grundel. We hebben hier eigenlijk een afwijkend onderwijsprogramma als je dat vergelijkt met andere scholen in Hengelo. Er zijn eigenlijk 3 onderdelen. Een basisprogramma, dus de basisvakken zoals je gewend bent. Daarnaast hebben we een cursusprogramma waar we kinderen eigenlijk de vrijheid krijgen om te bepalen waar moet ik mee bezig, waar moet ik mezelf in ontwikkelen. Dan leren ze eigenlijk samen met ons leren ze keuzes maken. En daarnaast hebben we nog een themaprogramma waarbij we thematisch werken in blokken. Bovenop eigenlijk nog weer het basisprogramma. Dus daar is vooral aandacht voor vaardigheden, enthousiasmeren, inspireren en eigenlijk ook de link met de praktijk zoeken. Van wat kun je daar nou eigenlijk halen? Wij vinden het belangrijk dat elke leerling eigenlijk de beste versie van zichzelf wordt. En daarbij hebben we eigenlijk 3 domeinen voor ogen. En dat gaat om de persoonsvorming van de leerling. Dat gaat om het socialiseren van de leerling. Zodat ze zich ook weten te verhouden tot een ander. En daarnaast een heel belangrijk element is natuurlijk het kwalificeren. Het harde leren van leerlingen. En dat doen we eigenlijk met 3 pijlers. De eerste gaat om persoonlijke aandacht. Nou, vanwege onze kleinschaligheid worden leerlingen echt gezien en gekend en ook erkend. De lijntjes met ouders zijn kort. De lijntjes met de mentor en tussen docenten zelf zijn heel kort. Dus dat is een stukje persoonlijke aandacht. Daarnaast zetten we in op maatwerk. We vinden het belangrijk dat we het onderwijs altijd afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En de ene die is misschien wat beter in wiskunde dan de ander. Dus we zorgen altijd voor een passend begeleidingsmodel. En verder is het zo dat we inzetten op betekenisvol onderwijs. En betekenisvol onderwijs houdt eigenlijk in dat we ons onderwijs echt aantrekkelijker willen maken. Dat er veel regie, veel zelfstandigheid bij de leerling komt te liggen, daar waar dat mogelijk is. En we richten het onderwijs ook regelmatig in met projecten en met thema's. En we vinden het belangrijk dat de leerlingen leren door te doen en door te ervaren.